Welkom bij de voorleesbibliotheek van de schoolschrijver en de jeugdbibliotheek. Hier kun je iedere dag luisteren naar een nieuwe aflevering van de verhalenserie Huisarrest. Een spannend verhaal geschreven en voorgelezen door echte schoolschrijvers. Schoolschrijvers zijn kinderboekenschrijvers die, zoals je al verwacht, heel goed verhalen kunnen schrijven. Ergens in een dorp in Nederland woont een groepje kinderen allemaal aan hetzelfde plein. Er heerst een virus buiten en daarom mogen ze niet naar school. Ze moeten binnen blijven. Ze mogen niet buiten spelen of naar elkaar toe. Op dat kleine plein kunnen ze elkaar wel zien vanuit huis. En als ze het raam open doen, kunnen ze elkaar horen. Daarom vertellen ze elkaar verhalen. Gewoon door het open raam. 10 kinderen, 10 dagen, 10 verhalen. Ga maar lekker zitten of liggen en luister naar het 8e deel van de verhalenserie Huisarrest. Deel 8. Sleutelijs met slagroom. Geschreven door Simon van der Geest. Hoi, ik ben Simon van der Geest en dit is mijn verhaal. Sleutelijs met slagroom. Nou ik, roept mijn kleine broertje. Hij stormt naar voren en duwt me bijna van de vensterbank. 2 oenen gaan naar de dierentuin. Jesper, zeg ik. We doen geen moppen. We doen verhalen. Echte verhalen. Maar Lars, dit is een hele goeie. Nee, kap ik hem af. En trouwens, de dierentuin is dicht. Alles is dicht. Zelfs voor oenen. Hij opent zijn mond om wat te zeggen, maar er komt niks uit. Laat dat jochie zijn mop vertellen, roept Rashida. Nou, die wil je niet horen hoor, zeg ik. Tenzij je een uur de tijd hebt, zegt mijn zus vanuit het raam van haar kamer. Heb ik, zegt Rashida. Maar laat toch maar. Andere keer Jesp, zeg ik. Hij snuift en klemt zijn kaken op elkaar. Opeens begint hij met zijn vuisten op mijn arm te rammen. Au, hou op, ik pak hem bij zijn polsen. Zo stuitert hij al een paar dagen door het huis als een duizendklapper. Jesper kijkt me woedend aan. Van papa mag ik die mop altijd vertellen? Van papa, maar papa is er niet. Ik zeg het net te hard. Er valt een stilte. Ja, vraagt Vaas voorzichtig. Hoe zit dat? Waar is jullie vader eigenlijk? Ik heb hem al een paar weken niet gezien. Is hij ook ziek? Vraagt iemand. Hij was toch heel ver weg, ergens in het buitenland? Vraagt een ander. Ik schud mijn hoofd. Nee. Allemaal niks van waar. Mijn zus leunt uit het raam. Hij kan niet thuiskomen, want hij zit in het bos, zeg ik vlug. In het bos, roepen 3-4 kinderen tegelijk. Ja, in het bos. Zit papa in het bos? Vraagt Jesper met grote ogen. Eigenlijk wel, zeg ik. Maar dan moet je niet verder vertellen. Ik gluur even om het hoekje naar mijn zus, maar die rolt alleen met haar ogen en buigt zich weer over haar telefoon. Ze is morgen jarig. En papa is dan nog niet terug. Een verjaardag zonder papa lijkt me niks aan. Ik schraap mijn keel. Papa zit al 2 weken in het bos, in een tent. Waar kan ik niet zeggen, want het is geheim. Hij kampeert daar, want thuis houdt hij het niet uit. Ik ook niet, roept Charlie vanaf de overkant. Ja, maar hij echt niet. Het is een soort ziekte. Hij is er allergisch voor. Lars, zucht mijn zus. Ik doe of ik er niet hoor. Hij kan niet tegen te lang binnen zitten. Dat heeft hij overgehouden aan zijn tijd in de gevangenis. Heeft papa in de gevangenis gezeten? Vraagt Jesper. Waarom hebben wij daar dan nooit iets over gehoord? Vraagt Rashida. Wat denk je? Zucht ik. Hij wil natuurlijk niet dat iedereen het weet. Maar waarom vertel je het dan nu aan ons allemaal? Vraagt Charlie. Ik krap even in mijn haar. Omdat iedereen anders maar blijft vragen, waar is je vader, waar is je vader? En daar worden wij gek van, hè Stine? Ik kijk naar mijn zus. Die trekt 1 wenkbrauw op. Sure, zegt ze. Knettergek. Waarom heeft hij dan in de gevangenis gezeten? Vraagt Rap. Ja, waarom? Vraagt Vaas. Veel kinderen beginnen door elkaar te praten. Zeg, roep ik. Moet ik nou mijn verhaal vertellen of niet? Iedereen is weer stil en staart me aan. Iedereen in zijn eigen raam. Sommigen leunen tegen het kozijn, anderen bungelen met hun benen over de rand. Ons plein is als een theater met van die hokjes en balkonnetjes. Ik ga er goed voor zitten, in de vensterbank. Jesper komt bij me staan. Dit gebeurde jaren geleden,
nog voor wij allemaal waren geboren. Papa was toen een goochelaar. Een hele goeie. Shows in het buitenland en zo. Hij kon zijn assistent in drieën zagen. Andere goochelaars waren stikjaloers. Papa had één beroemde, supergevaarlijke truc die niemand snapte. Met een slang. Een wurgslang. Ik hou de onzichtbare slang omhoog, zodat iedereen hem goed kan zien. Jesper stapt naar achter en kijkt huiverig naar het ding in mijn handen. Maar op een dag ging het mis. De slang ontsnapte en glibberde over het podium. Een vrouw in het publiek werd bijna gewurgd. Papa kreeg de schuld en werd in de gevangenis gestopt. Maar hij kon er niks aan doen. Het was de schuld van zijn assistent. Die had hem expres laten ontsnappen. Want hij was omgekocht door Zimbini. Dat was een van die andere jaloerse goochelaars. Maar ja, daar werd nooit bewijs voor gevonden. Dus papa moest in de gevangenis blijven. 2 jaar lang. Hij kon er niet goed tegen. Die kleine cellen, de kleine raampjes, altijd dezelfde muren. En in de gevangenis werden de bewakers gek van hem, omdat hij ze steeds voor de gek hield en sleutels weggoochelde en zo. Na een jaar waren ze hem zat, maar ze wilden hem niet zomaar vrijlaten. Daarom moest hij de rest van zijn straf thuis uitzitten, met een enkelband. Wat is dat? Vraagt Jesper. Oh, dat weet ik, zegt de rap vanaf de overkant. Dat is een ijzeren ring die vastzit om je been met een zendertje erin. Als je te ver van huis gaat, gaat het alarm af en komt de politie je meteen weer halen. Je kunt hem onmogelijk zelf afdoen, alleen de bewakers hebben de sleutel. Precies, zeg ik. Papa mocht met zijn enkelband niet verder dan 10 meter van ons huis. Dus van hier tot daar ongeveer. Ik wijs naar het fonteintje. Dat is ook niks, zegt Rashida. Dan kon hij niet eens verder dan het ijswinkeltje, zegt Charlie. Ja, dat haalde hij nog net, zeg ik. Als hij zijn armen flink strekte en mevrouw Citroen ook, kon ze hem net een ijsje aanreiken zonder dat het alarm afging. Dus je begrijpt dat hij vaak ijsjes ging kopen. Heel vaak. Want binnen werd hij gillend gek. Kijk, wij drie waren nog niet geboren, dus het was oerzaai hier in huis. Elke dag kocht hij ijsjes. Bij het ontbijt, bij de lunch, bij het avondeten. Hij vertelde zijn hele verhaal aan mevrouw Citroen. Ze luisterde. Ze begreep hem wel. Ze vond het heel erg en oneerlijk dat hij vast zat zonder dat hij er iets aan kon doen. En hij moest nog een jaar. Hij zag iedereen vrolijk voorbij fietsen en wandelen. Hij zag vogels vliegen, maar zelf kon hij nergens heen. En dat allemaal door die rotstreek van Zimbini. Jesper kruipt dichter tegen me aan. Maar op een avond, toen hij het weer eens niet uithield binnen en een ijsje ging halen bij mevrouw Citroen, gebeurde er iets speciaals. Wat zal het zijn? Vroeg ze. Maakt me niks uit, zei hij. Ik heb alle smaken 100 keer gehad. Dat denk ik niet, zei mevrouw Citroen. En ze keek hem geheimzinnig aan met die twinkelogen van haar. Die ogen die schitteren als discotip. Dit, fluisterde ze, is sleutelijs. Sleutelijs met slagroom. Een beetje verbaasd nam hij het ijsje aan. Het was het lekkerste en zaligste en beste ijs ooit, vooral omdat er een sleuteltje in het ijs verborgen zat. Voor die enkelboei, riep Jesper. Precies, met dat sleuteltje kon hij zijn enkelband openmaken. En die nacht kon hij voor het eerst weer gaan en staan waar hij wilde. Hij rende door de straat, hij rende naar het bos, juichend, zingend, springend, kopje duikelend. Maar hoe kwam mevrouw Citroen dan aan een sleuteltje? Vraagt Charlie. Dat is nog altijd een raadsel. Dat weet mevrouw Citroen alleen. Jesper zucht. Ik aai hem door zijn krullen. Maar nog steeds kan papa er dus absoluut niet tegen als hij te lang binnen moet blijven. Sindsdien is hij allergisch. Hij krijgt er zelfs jeuk en uitslag van. Dus daarom zit hij nu in het bos, tussen de vogels. Hij oefent er oude goocheltrucjes. En soms stuurt hij ons een briefje met een duif. Hij is daar supergelukkig. De hele dag buiten. Hij heeft al een vogeluitkijkhut gebouwd. En een vuurkuil met een ondergrondse pizzaoven. Binnenkort ga ik denk ik bij hem logeren. Dan sluip ik het huis uit. Dat mag niet, zegt Jesper vlug. Stiekem doe ik dat. 'S nachts. En dan fiets ik naar hem toe. Met een slaapzak in mijn rugzak. En een koelbox. Een koelbox? Zegt mijn zus verbaasd. Om ijs te brengen natuurlijk.
zegt Vaas. Ja, want dat is het enige dat helpt tegen zijn allergie, zeg ik. Ik denk dat ik vannacht al ga. Mag ik mee? Vraagt Jesper. Ik kijk hem aan met zijn grote blauwe ogen. Ik kan niet meer terug. Vooruit, jij mag ook mee. En Stine? Stine ook. En gaan we dan pizza eten? Vraagt Jesper. En ijs? Tuurlijk, heel veel. Maar hoe lang blijft papa dan in het bos? Tot hij genoeg ijs heeft gegeten. Tot het over is. Daarom moeten we hem ook het ijs gaan brengen. Ik ga mijn slaapzak vastpassen. Ik ga mijn slaapzak vastpakken en de koelbox, roept Jesper. Stine leunt uit haar raam. Lars bijt ze me zachtjes toe. Dit kan niet. Hij gelooft alles wat je zegt. Je moet hem vertellen hoe het echt zit. Hoe wat echt zit? Vraagt Jesper. Dat papa pas thuis komt als de vliegtuigen het weer doen? Ik vind het verhaal van Lars veel leuker. Stine staart hem aan met open mond. Ik schiet in de lach, heel even. Ik ook hoor Jesp, zucht ik, en ik sla een arm om mijn broertje. Samen turen we omhoog naar de lege, blauwe lucht. De lucht zonder vliegtuigen. Ik ook. Ik weet nog een verhaal over een jongen die nergens heen kan, die opgesloten zit in het bos op een berg. Lepelsnijder van Marjolein Hof. Super spannend. Dit boek kun je vinden als e-book op www.jeugdbibliotheek.nl. Kom morgen weer kijken hoe het verder gaat op het pleintje met een nieuw verhaal van de verhalenserie Huisarrest. Geschreven door een nieuwe schoolschrijver. We zien je morgen. Tot dan. Doeg!